Dit evolutie van techniek, evolutie van denken. Er is ook een uitspraak die zegt, put your money where your mouth is. Hè? Als je klimaatdoelstellingen wil halen, wel, dan zet je een ESCO op, dan leg je als overheid geld op tafel. Ofwel een renteloze lening, of misschien zelfs nog meer dan dat. Maar welke ambities hebben jullie, wat willen jullie in concreto nog realiseren met bijvoorbeeld warmte en andere dingen waarover je mij al gesproken hebt? Ja, als we rond het luik energie, over het luik energie spreken in Antwerpen, dan moet ik inderdaad onze strategische energievisie vermelden. Dus er is voor Antwerpen een plan opgemaakt met een toekomstvisie per statistische sector waar we met ons energieconcepten naartoe willen. Een heel groot ankerpunt daarvan zijn de warmtenetten in Antwerpen. We hebben heel veel restwarmte vanuit de haven. Wij wensen daar heel graag onze gebouwen mee te verwarmen. En natuurlijk zijn de appartementsgebouwen, en zeker de grote appartementsgebouwen, ja, dat is match made in heaven. Dat zijn grote afnemers. Die hebben vaak een gemeenschappelijke stookplaats, zeker die van de jaren 60, 70. Dus die hebben al een zekere infrastructuur. Wij zitten daar, wij werken daar op twee sporen. Enerzijds een meerjaren onderhoudsplan en de gebouwschil op orde zetten. Maar anderzijds, hoe gaan we naar een duurzame energievoorziening? Maar wat Chris vertelt, inderdaad, heating as a service is ook een van die innovatieve oplossingen die wij de komende jaren meer en meer zien geïmplementeerd worden door de Vereniging van Mede-eigenaars. En wat dat momenteel onze rol daarin is, is inderdaad de praktijk, ervaring, matchen met de wetgeving. Want Chris heeft het in zijn inleiding al gezegd, we merken dat er rond energiedelen bijvoorbeeld nu problemen zijn, de local energy communities. Dat is niet aangepast op de structuur van een vereniging van mede-eigenaars. Dus wat doen wij? Wij gaan dan in een aantal concrete cases die dat wij coachen, bekijken. Als we daar een project zonnedelen, als we daar een ander energieconcept, past dat dan binnen de wetgeving? Waar past dat niet? Wat moet er aangepast worden? Zodat we dat dan weer kunnen escaleren naar de beleidsmakers. Ja. Zo zien wij onze.